Zo, nou vandaag gaan we een stukje fietsen en dan gaan we kijken bij de enigste Eerste Wereldoorlog bunker. Ja, ze zeiden dus al dat hij moeilijk te vinden was, maar zo moeilijk. Geen doorkomen aan, man. Die kant op. Of die kant op. En had de voeten gehaald. Daar is hij dan. Nou, dat viel niet mee. Om die te vinden. Deze bunker die heet dus het fort. Hij is in 1914 gebouwd. Door het bedrijf Kooiman. Bovenop stonden twee kanonnen. En hierdoor leveren ze munitie dan aan. Vanuit die bunker. Hij is dus nooit gebruikt. We gaan even binnenkijken. En die trap die liep vroeger dus nog door. Dat is lastig om erin te komen. Kijk. Het schijnt nogal een zeldzame varen te zijn die hier zit. Wow. Dat is groot. Die kant ligt helemaal dicht. Die lijkt open. Gaan we eerst naar de open kant. Leuk man, bunkers ontdekken. Chips. Je ziet hier ook goed de planken waarin het beton gestort is. Wat is dit nou weer dan? Een deken, een matras. Oh, binnen. Wow. Oh, paaltjes ook. Wat is dit dus? De schacht waardoor de munitie werd aangeleverd en niet die hoofdschacht. Tof zeg. Nou, ga terug. Maar maakt dat daar niet meer in te komen is. Je zit wel de buitenkant. Voor degene die hem wil gaan zoeken, raad ik toch aan om dat niet op de fiets te doen. Maar gewoon lekker wandelend. Nou, ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Ik weet niet precies wanneer ik weer een filmpje ga maken. Er moet wel weer wat interessants gebeuren. Maar met de nieuwe coronamaatregelen is het niet echt meer beelden tijdens de coronacrisis. Alles komt weer een beetje op gang. Dat is heel fijn is dat. Kan ik eindelijk weer naar de kapper. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nog eventjes. Druk nog even op die rode knop. Vond je dit een leuk filmpje? Druk even op het duimpje. En allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Tot de andere keer.